Goedenavond, ik ben Kim. De koffie die ik vandaag voor jullie zal schenken is gezet met de grootste boon die ik ooit heb gezien. Het is namelijk een pacamara. De pacamara is een kruising tussen de marogagiep, ook wel olifantenboon genoemd, en pacas. En pacas is niet zozeer geroemd om haar grootte, maar wel om haar smaak. De pacamara die ik vandaag zal gebruiken komt uit Guatemala, van een plantage genaamd La Cumbre. Hoe meer ik met deze koffie werkte, hoe meer ik erachter kwam dat ze een bijzonder grote variatie aan hele mooie smaken heeft. Om al deze mooie smaken tot één mooie koffie te brengen, hebben we geëxperimenteerd met verschillende brandingen. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen op een blend van 70% lichtere espresso branding om het fris en het fruitige naar voren te laten komen. En 30% een wat donkerdere branding om meer cacao tonen naar boven te halen en een vollere body te krijgen. Deze zal ik nu voor jullie gaan maken en de crema zal goudbruin zijn. Hier is mijn espresso. Mijn espresso heeft het frisse en het fruitige van een bloedsinaasappel. Sweet. Hiervoor heb ik dus 70% lichtere espresso branding gebruikt en 30% wat donkerder. Hij heeft een overwegend fris karakter. En dat komt omdat ik vind dat espresso niet altijd zwaar en bitter hoeft te zijn, maar ook verfrissend mag zijn. Dan ben ik zo terug met de eerste cappuccino's. Hier is mijn eerste set cappuccino's. Voor mijn cappuccino heb ik een andere blend gebruikt als basis, namelijk een donkerdere. Dus dit is 70% donkerder gebrande cumbre en 30% lichter. Het is het omgekeerde van de espresso die jullie net dronken. Ik zal latte uit gaan schenken. Ik heb gekozen voor een wat donkerdere blend voor mijn cappuccino, omdat nu het frisse en het fruitige van de bloedsinaasappel plaats maakt voor meer smaak zoals droge cacao en karamel.
Alsjeblieft. Dan ik zou terug met de tweede set. Ik zal eerst even... Alsjeblieft. Mijn tweede set cappuccino's. Zoals ik net al zei, heb ik een wat donkerdere blend gebruikt voor mijn cappuccino. Dit is omdat ik vind dat de smaken die hier naar voren komen in deze donkere blend, dus de cacao en karamel, mooi samengaan met de melk. Dan zal ik nu verder gaan met mijn signature ring. Voor mijn signature drink giet ik de helft van mijn espresso over ijs om hem zo te koelen. De andere helft heb ik met een single origin chocolade uit Madagaskar gemengd. Deze chocolade heb ik uitgekozen omdat hij veel smaken met mijn komberen gemeen heeft. Zoals natuurlijk de cacaotonen, maar ook het frisse en het fruitige van de bloedsinaasappel. Dankjewel.
Dankjewel. Mijn gekoelde espresso meng ik nu met 7 druppels limoensap. Hier is mijn signature drink. Ik heb gewerkt met 2 verschillende brandingen. En deze laat ik in mijn signature drink naar voren komen. In het zwarte kopje heb ik de donkere branding benadrukt door hem te mengen met chocolade. En de eigenschappen die ik daar fijn aan vind, dus dat zijn de cacaonoten en de vollere body. En in het witte kopje heb ik de lichtere branding benadrukt en vergroot door hem te mengen met limoensap en hem zo fris te maken. Ik zou je willen vragen om licht te roeren en dan met het zwarte kopje te beginnen en te eindigen met het witte kopje. Zodat jullie eindigen met de frisse smaak waar jullie met mijn espresso ook mee zijn begonnen. Ik zal heel even bijschrijven. Tijd. Kim, ja. Je bent net iets over de tijd gegaan. Hoeveel hebben we de tijd? 9 seconden. Oh. Maar een hele mooie presentatie zoals hekkensluiter. Wat voornamelijk, denk ik, je gooide in de voorronde al hele hoge ogen, voornamelijk met het uitserveren van 8 espresso's toen. Ik weet niet of de meesten het nog kunnen herinneren, maar ik had het nog niet eerder gezien bij een barista kampioenschap. Maar toch zo naar de finale toe, wou je jezelf wat meer tijd gunnen. Ja, klopt. Ja, ik wou iets meer aandacht besteden aan de signature. En gewoon alles iets rustiger kunnen doen, wat meer mijn verhaal vertellen. En niet alleen maar... Nee, toen moest je inderdaad echt een beetje van de jurytafel naar je machine rennen. Ja. En nu kon je wat meer tijd aan de jury en aan je presentatie besteden. Ja. Ook je signature is echt heel bijzonder, prachtig gepresenteerd. Mooie matching temper, die had je gekregen, geloof ik. Nee, die heb ik gekocht. Een cadeautje voor mezelf. Cadeautje voor jezelf, ook heel belangrijk. Ben je blij met wat je hebt neergezet? Ja, je moet even nog tot rust komen, maar het zit erop. Dan val ik je meteen helemaal lastig met allemaal van die vragen. Ja, ik kan het hebben hoor. Je ziet er ook echt weer prachtig uit. Dankjewel. Helemaal matching met de mise en place. En mijn mannen ook, hè? De mannen ook. Ja, we hebben ook twee mannen meegenomen. Die heb je helemaal in een stropdas gestoken. En die doen alles wat jij vraagt vandaag. Ja. Mooi. Heb je daar wel goed gebruik van gemaakt? Oh, zeker. Heel goed. Die zijn ook gewoon voor de rest van de dag ingeboekt, hè? Dus dat houdt niet op nu voor vanavond en zo. Dat gaat gewoon nog eventjes door. Dus bedenk goed wat je ze nog allemaal kan opdragen voor zometeen. Ja, afwassen. Afwassen. Inderdaad, afwassen jongens wordt het zometeen. Ik wil nog even vragen of iedereen...